Hoi, leuk dat je vandaag weer kijkt naar een nieuwe video. In mijn eerste video heb ik, zoals jullie weten, een review gedaan over mijn steltang van Remington. En die video die wordt dus nu nog steeds een paar keer per dag bekeken, wat ik super tof vind. Dus ik dacht, misschien is het leuk om ook een review te doen over mijn krultang van Remington. De video is niet gesponsord, maar ik vind zelf de producten van Remington gewoon super goed. Dus vandaar dat ik er eigenlijk alweer een video over maak. Dit is mijn krultang van Remington. Ook deze heeft een display. En de krultang heeft een naam, maar die naam is een beetje ingewikkeld. Ik ga hem even opzoeken. Ik heb de naam van de krultang even opgezocht, want dat is me nogal een dingetje. Het is de Remington CI96W1 Silk Curling Wand Pearl Krultang. Het is een hele mond vol. Enorm lange naam, maar oké. De krultang noemen ze een kegelvormige keramische krultang. En er zit geen haarklem bij, want sommige krultangen hebben hier nog zo'n klemmetje zitten. Maar dat heeft deze niet. En er zit ook maar één opzetstuk bij en dat is deze die er op zit als het ware, want je kan er niet afdraaien. Er zitten geen andere opzetstukken bij deze krultang inbegrepen. Wat dan wel weer handig is aan deze krultang is dat hij een draaibare snoer heeft. En dat is super handig, want dan draait hij als het ware gewoon mee in de richting waarin jij je haar krult. Ik heb de doos van deze krultang helaas niet meer. Maar wat er nog meer in de doos zat was dit handschoentje. Voor de warmte, als bescherming. Het is heel handig om dit handschoentje aan te doen, want ik verbrand regelmatig mijn handen nogal eens aan de krultang. Dus een handschoen is heel handig om te gebruiken tijdens het krullen van je haar. Net zoals bij de steltang van Remington zit er bij de krultang ook een opbergtasje bij. Het is een zwarte en hij is super handig om je krultang in mee te nemen. Of om je krultang in te doen als hij nog een beetje warm is. Een ander voordeel van deze krultang is dat het een snoer heeft van 3 meter lang. En in tegenstelling tot mijn steltang is dat een behoorlijk stuk langer. Stel dat je bijvoorbeeld een stopcontact op een wat ongunstige plek hebt, dan is het handig om een lang snoer te hebben aan een krultang of steltang. Want dan kan je gewoon simpelweg wat meerdere kanten opdraaien. Ook deze krultang heeft eigenlijk net zoals bij mijn steltang een display. En het ziet er zo uit. Aan de zijkant zitten er weer van die knopjes. Deze twee knopjes zijn om de temperatuur in te stellen. En dit is het knopje om de krultang aan en uit te zetten. Is eigenlijk hetzelfde principe als bij mijn steltang. Dus dat is allemaal niet enorm moeilijk. Wat ik soms wel heb tijdens het krullen van mijn haar. Is dat ik soms deze knopjes per ongeluk aanraak. En dat is dan niet de bedoeling. Maar dat is eigenlijk het enige nadeel. Ik zal jullie nu eventjes een stukje laten zien van hoe ik mijn haar krul met deze krultang. Omdat de snoer sowieso al een stuk langer is dan de snoer van mijn steltang, kan ik gewoon hier blijven zitten. Ik heb nu net de stekker erin gedaan en omdat de snoer zo lekker lang is, kan ik hier gewoon blijven zitten. Dus dat is super chill. Op het display zie je nu een slotje staan. En dat betekent dat de stekker er wel in zit, maar dat de krultang zelf niet aanstaat. Hij zal zelf automatisch ook in deze modus gaan als je de krultang langer dan 60 minuten aan hebt staan. Want dan schakelt hij automatisch zelf uit en dan komt hij ook weer in dit slotje te staan. Om de krultang nu aan te zetten, druk je op dit aan- en uitknopje. En die hou je ingedrukt en dan komt er als het ware hier zo een temperatuur te staan. En als dat er staat, dan betekent het dat de krultang aanstaat. Ik heb mijn krultang altijd op 180 graden staan. En ik zet hem eigenlijk nooit hoger of lager. Het is eigenlijk gewoon een goede temperatuur. Je kunt de krultang zelf op een temperatuur instellen van een minimale temperatuur van 120 graden tot een maximale temperatuur van 220 graden. Net zoals bij de steltang kan je bij de krultang ook op het display zien wanneer die is opgewarmd. En hij is nu ondertussen wel warm. Je kunt er dus zelf voor kiezen wat voor soort krullen je maakt. Je kan ervoor kiezen om hele dunne kleine krulletjes te maken en dan zet je het haar eigenlijk op het bovenste stukje van de krultang. En als je wat grotere, grovere krullen wil, dan kan je het beste hier zo beginnen aan de onderkant. Het ligt er ook een beetje aan wat voor soort pluk haar je pakt. Als je een grote pluk pakt met heel veel haar erin, dan duurt het langer voordat de krul erin zit. En waarschijnlijk zal die dan ook minder stevig blijven zitten. Maar als je een kleiner plukje pakt met weinig haar, dan is de krul er sowieso sneller in. En dan blijft hij waarschijnlijk ook beter zitten. Ik ga zelf meestal voor de beachwave look. En beachwaves zijn eigenlijk vrijwel natuurlijke krullen. Dus dat ga ik even laten zien. Wat ik meestal doe als ik mijn haar ga krullen is ik begin aan de voorkant van mijn haar. Je kan dit op heel veel verschillende manieren doen. Want je kan ook bijvoorbeeld je haar opsteken en dan laag voor laag krullen. Maar ik heb daar nu even geen zin in. Dus ik ga gewoon even lekker aan de voorkant van mijn haar beginnen.
krultang. Je ziet alleen dat de krullen er nog heel erg strak in zitten. Wat ik nu ga doen is ik ga de krullen er een beetje in model uitkammen. En dan ga ik daarna haarlak in mijn haar doen, want dan blijven de krullen extra goed zitten. En we're done! Ik hou wel een beetje gewoon van dat beachwave look. Ik vind dat echt heel leuk. En aan de achterkant ziet het er zo uit. Ik ben echt enorm tevreden met het resultaat van deze krultang. Want je kan van alles maken en het komt er altijd goed uit te zien. Zo heb ik dan nu de beachwaves gemaakt. Maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om alleen krullen te maken in de onderkant van je haar. En daarentegen is het ook echt super gemakkelijk om met deze krultang je haar te krullen. Dus ik ben heel erg tevreden. Ik heb er dan ook eventjes meteen een leuk lookje van gemaakt. Wat ik heb gedaan is ik heb mijn haar half opgestoken met een klemmetje aan de achterkant. Echt een super leuke look om te doen als je bijvoorbeeld een feestje hebt. En ja, super leuk. Dit was de video dan alweer. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Zo ja, doe eventjes een duimpje omhoog. En dan hoop ik je heel graag in de volgende video weer terug te zien. Doei!